de luisteraars van Q die graag naar Tomorrowland gaan, die kennen u uiteraard supergoed. Maar de mensen die enkel naar de radio luisteren in België, die kennen u, als we heel eerlijk zijn, voornamelijk van I Could Be The One. Wat toch een wereldplaat blijft. Ja, I Could Be The One was natuurlijk een heel bijzonder moment. Die ging naar nummer 1 op de UK radio. En daardoor werd hij opgepikt in de hele wereld. En dat was natuurlijk ook omdat de samenwerking was met Tim, met Avicii. Mm-hmm. Normaal maak ik iets meer clubmuziek. En iets meer gefocust op de festival en je weet je wel, clubsound eigenlijk. Mm. Maar nu ben ik me langzaam meer aan het focussen. Ook om te kijken of ik wat meer kan focussen op beide werelden. Hè? Dus radio en de club. De Tayo Cruz track. Ja, Tayo Cruz. En ik heb eentje met David Guetta gedaan. Mm. En ik heb wat collaborations gedaan met onder andere Dennis Kyunu-Nibao. Die ook I Could Be The One heeft gedaan. En ik ben me langzaam een beetje aan het... ontdekken eigenlijk op de radio-industrie. Maar ik heb natuurlijk ook wel wat collaborations gedaan met Dimitri Vegas en Like Mike. Mm, heerlijk, Here We Go. Ja, heerlijk. Here We Go, maar het was ook weer een beetje een clubplaat. En er komt nu weer een track aan met Dimitri Vegas en Like Mike samen. Everybody Clap heet die. Dat is ook alweer een beetje een clubplaat. Nicky, zo gaat het niet lukken, hè? Ja, maar ja, Vlaanderen veroveren, dat is de opdracht. Ja, is dat zo? Ja, dan moet ik even weten hoe ik dat het beste moet doen. Ik moet eens aan Dimi en Mike vragen. Die slagen erin omdat... Legendes. Ja. We hadden het net met Jax Jones over hoe het speciaal is om in Disneyland te draaien. Hij vond dat heel speciaal. Is dat voor u ook echt een ding of een DJ-set zoals een ander? Nou, ik heb nog nooit gedraaid hier, dus ik heb geen idee wat ik moet verwachten. Maar ik vind het wel heel bijzonder dat het in een themapark is. En dat maak je eigenlijk normaal nooit mee. Mm-hmm. En als kind droom je ervan om naar Disneyland Parijs te gaan en dan ben je hier. Vroeger ben ik er ook geweest als kind. En dan ben je hier misschien 10 jaar later, maar dan als artiest. Dat is natuurlijk wel heel bijzonder. Mm. Dus dat blijft wel iets wat bijzonder blijft. Cool. Wat is uw favoriete Disney film, Disney personage? Maar het zijn er heel veel, want ik heb bijna alle Disney films denk ik wel gekeken. Dat is niet voor onze generatie. Wij hadden niks anders, hè? Nee, er was al die videobanden en dan moest je huren. Ja, huren. En dan... ik vond Pocahontas heel erg leuk. Ik vond Lion King uiteraard, met Simba, al die liedjes. Ik heb er zoveel gezien. Ik denk dat wel mijn favorieten zijn, maar er is er nog eentje die ik wel heel mooi vond. Assepoester. Nee, Beauty and the Beast natuurlijk. Ah ja. De live action ook mooi. Ja, er zijn er nog waarschijnlijk veel meer waar ik nu even niet op kan komen. Maar de classics zijn ook wel denk ik de favorieten. Wat verwacht je van het publiek hier? Nou, ik heb stiekem even gekeken op de social media van mijn collega's van Showtech en van Steve Aoki. En ik zag wel dat het behoorlijk los ging hier. En ik heb geen idee wat ik moet verwachten, omdat het publiek heel erg gemixt is. Mm-hmm. Maar het lijkt erop alsof mensen er wel heel erg zin in hebben. Dus, ik zei het al, wij doen de avondspits bij Q-Music. We zijn een beetje de domine van België. Okay. En wij hebben ook een DJ-duo. Maarten en Dorothee hetende. Hebben we lang nagedacht over de naam. Het is uiteindelijk Dorothee Vegas en Like Martin geworden. Like Martin. Ja. We hebben ook een track die het heel goed doet in Vlaanderen. We gaan daar heel eerlijk over zijn. We willen die graag eens laten horen. Je moet eens vinden. Allee, het is natuurlijk de 100.000ste DJ-demo die je krijgt. Maar deze scoort wel heel goed in Vlaanderen. Het is misschien... Okay. Jij herkent misschien Viva Hollandia. Maar bij ons is dat Viva Dromio. En we staan ook op Tomorrowland in de Moose Bar met deze. Eerste reactie, Nicky. Dat wordt wel een hitje. Maar de melodie is natuurlijk al heel aanstekelijk. Voilà. Maar waar komt deze plaat nou eigenlijk vandaan? Het is origineel Duits. Wacht op de drop. Het is origineel Duits. Ja. Voilà, dit is hoe je de Vlaamse radio kunt. Dit is, dit is een tip, hè, Nicky? Ja, maar wij hebben dit ook. Hè. In Nederland is het heel groot. Ja, ja. De après-ski muziek. Mm-hmm. Heb je de Snollebollekes. Ja, heel populair bij ons. Gewoon 4-5 keer de Ziggo Dome uitverkocht. Ja, en heb je de Toppers. En die doen ook zoveel keer de Arena. Dus in Nederland is zo'n sound ook behoorlijk groot. maar goed, je gaat er zelf naartoe. Bullet to the Head. En ik heb dezelfde vraag aan Martin Garrix gesteld. Stel, je moet... Zo een iets van fout, Nederlandstalig nummer, remixen, maar echt deftig. Een deftige remix. Ik ga vertellen, Martijn koos voor Liever te dik in de kist dan een feestje gemist. Dat is zijn favoriete track. Ja. Wat is die van jou?
Om te remixen. Mag ook dromen zijn bedrog zijn of zo, hè? Ja, nee. Maar dat is natuurlijk al een serieus mooi liedje wat ergens over gaat. Het gaat echt over fout, hè? Ja, ik weet het, dat Marco nog heel credible is bij jullie, bij ons ook natuurlijk. Hè? Maar allee, hè? Zo'n Nederlandstalig liedje. Maar ik bedoel te zeggen, Marco kun je dan weer niet vergelijken met de dikke in de kist. Nee, dat is waar. En nu dan een feestje gemist. Dat is meer een beetje mijn punt. Ja, je hebt gelijk. Maar ik denk... Dan zet je me wel even op de spot, want er zijn er zoveel. Wat je hier zegt, kan het ontstaan zijn van een collab, hè? Dus... Ja, daarom. Ja, ik denk... er is een gast in Nederland, die heet Peter Beense. Ja? En die het nummer heet Jij denkt maar dat je alles mag. Okay, ja. Nee, ik ga het opzoeken. Ja, Jij denkt maar dat je alles mag. Moet je maar eens checken. De Nicky Romero remix komt er dit jaar nog aan. Nou, dat wil ik niet zeggen, maar ik gooi hem er stiekem wel eens in de radioshow. Oké, hij is super. Nog één vraag misschien. Je speelt ook in mijn achtertuin in Boom, op Tomorrowland, waar ik woon. En Lil Kleine speelt daar ook. Vind jij niet raar, zo Lil Kleine ineens op Tomorrowland? Ik denk dat je moet kijken naar wat vinden mensen leuk om te horen. Mm-hmm. En als mensen de nummers van Kleine tof vinden, dan is hij natuurlijk een hele logische artiest op Tomorrowland. Plus, in Nederland is hij natuurlijk razend populair. En hij heeft zelfs wat andere delen van Europa waar hij ook heel populair is. Mm-hmm. Dus in de Nederlandse rap scene is hij nu een van de grootste. En als de Belgen dat ook zo meteen, of de mensen uit Vlaanderen dat ook allemaal zouden omarmen, dan vind ik dat alleen maar tof voor hem. Het is een hele toffe gast, dus ik vind dat wel leuk als mensen met een eigen sound doorbreken. En dat heeft hij toch wel zeker gedaan. Dus ik gun het hem van harte. Ja. Kergo, dankjewel. Ik vond het heel fijn. Geniet van de set in Disneyland. Dankjewel. Geniet ervan. Ja, geniet ervan en geniet van alle gigs deze zomer in Tomorrowland zeker. Ja, Tomorrowland over 2 weken. Ja. 3 weken. Wij zijn erbij. We zien u daar. Hartstikke bedankt. Yo.